Piranha Movies. Jongens, hartelijk welkom bij deze bonusvideo. Zoals jullie weten loopt Piranha Movies nu inmiddels alweer 3 maanden op volle toeren. En hebben we inmiddels al bijna 2 video's per week. En heel veel easter eggs. En easter eggs hadden we ook afgelopen zondag. Want in de video van afgelopen zondag zat een telefoonnummer. En ik had zoiets van, ik ga niet zeggen van wie dat nummer is. Want de mensen die bellen, die hebben geluk. Of ja, geluk. Ze krijgen mij aan de lijn. Dat betekent dat de Piranhafoon terug is. Woo! En dat jullie dus ook massaal met z'n allen nu naar mij kunnen bellen en mijn werkavond kunnen verpesten. Ah, laten we kijken hoe dat de eerste keer gebeurde. Mijn broer is lelijk. Is jouw broer lelijk? Ja. Moet je even googlen naar plastisch chirurg. Oké, doe je. Dat was een goed gesprek. Ik weet niet of er ook een neppe Bardo is, maar dan is het nep. Heb je de waarheid achter Bardo Ellens gezien? Ja. Het kan zijn dat je nu gewoon praat met David, hè, die de stem inspreekt. Ja, dit is geen fake nummer voor jou. Nee man, dit is de echte. Je belt nu met mijn eyepenis. Als ik de president was. Welke porno-site kijk jij? Nou, meestal begin ik bij StukTV.nl. En vanaf StukTV.nl is het DylanHagens.nl. Ja, die is ook handig. Ja, wat, oh, je hebt verstand ervan. Wat kijk jij het liefst? iPhone 4 of zo, ja. Jij kijkt de iPhone 4, dat is jouw ding, zeg maar. Ja, ja. Dus jij hebt iets met elektronica-apparaten wat je dan bekijkt en dat je denkt, oh, verdomme zeg, dat elektronica-apparaat ziet er wel even weer uit. Op mijn 16e stak ik ook mijn lul in de broodrooster. Ja, ik ken het. Alleen dat moet je niet doen als je in bad zit, hè? Je lul in de broodrooster steken. Nee. Hé, hey, later man. Gewoon ophangen voordat ik kan ophangen. Maakt niet uit. Je moet je schamen, man. Kijk Piranha Movies. Voordat je belt. Oké. Ik ga nu echt Piranha Movies kijken. Hij belde zo enthousiast op en daarna was het echt... Meeuw, einde verhaal. Zweertje, elke keer als ik dat ding überhaupt neerleg, kan ik niet werken omdat ik gewoon gebeld word. Je wordt er Ik ga gewoon bij de eerstvolgende die belt, ga ik gewoon doen alsof ik hem al heel lang ken. En dan kijken we wel wat er gebeurt. Hey man! Hoe is het? Ja, lekker. Ik zit hier thuis wat te chillen. Jij dan? Ja, ik zit ook een beetje te chillen. Ah, beter man. Lang niet gesproken. Hoe is het met het vrouwtje, de kinderen? Ja, ga prima. Ja. Ik zag op Facebook dat de kleine inmiddels al naar de middelbare school is. Ja, precies man. Ja, dat gaat snel hè. Je had die ene nooit van de flat af moeten gooien, man. Was een leuk kind. Ja, weet je. Hij wou gewoon een keer vliegen. Ik zeg ja, oké, dan gaan we dat regelen. Dus ik denk, ja, ik zou de meter hem er gewoon af. Ik gooi ze niet van de flat af, dat gaat me veel te ver. Ik verzuip ze gewoon. Even serieus, hoe oud ben je? 14. Je bent een tienervader. Ja, ik ben ook de neppe. Oh, jij bent ook zo'n neppe kijker. Ja, dan ben ik ook de neppe Bardo. Kijk meer Amerikaanse YouTubers dan Nederlandse. Nee, denk maar dat je heel speciaal bent. Dat je een van die weinige Nederlandse YouTubers bent. Welke andere YouTubers kijk je nog meer dan? Rick en Jordi. Oh, dus ik val bij in het gamer-rijtje. Eigenlijk wel, hè? Het is sterker nog een soort autistisch gamer-rijtje zelf. Nu kan ik bellen en als ik het niet doe... Ga ik er sowieso spijt van krijgen. Ja, nu heb je me in ieder geval een keer aan de lijn. En dan geloof mij, ik zit niet vaak aan de lijn met afvallen en zo. Wie is jouw favoriete YouTuber van Nederland? Ja, ik weet niet of je hem kent, maar hij heet Bardo van Piranha Movies. Ken je hem? Schijnt een hele knappe kerel te zijn. Ja, nou, ja. Jij vindt het maar een lul? Nou, nee, hij is wel chill. Ja, zou je hem doen? Nee. Ja, als ik heel veel moeite doe, dan kan ik zien waar jij ongeveer woont. Nou echt, waar woon ik dan? Ik voel een N. Ik voel een E. Is het? Nee, geen K. P. Meppel? Meppel? Ja. Woon je in Meppel? Ja. Man, ik wist het niet. Oké, volgende. Jouw naam, begint dat met een B? B? Een K? Nee. Oh, oké, okay. Nou, dan weet ik je voornaam niet, maar je woont wel in Meppel. Hé! Hey. Ik ben direct even zo vrij om te zeggen dat dit een beetje klinkt als een zuiderling. Misschien ken je me nog. Oh, waar... Heb jij dat interview met mij gedaan in het raam toen? Ja. Ja, ik herken je stem, man.
Awesome, awesome. Nou, dat was lachen, hè? Doei! Ja, ik zit even Breaking Bad te kijken. Oh, waar ben je? Seizoen 5, aflevering 12. Kan je tegen spoilers? Ja. Oké, okay, Perkamentus gaat dood in deel 6. Geen Breaking Bad spoilers hoor, dat doe ik je niet aan. Maar Game of Thrones spoilers wel. Jon Snow gaat dood op het einde. In de allerlaatste aflevering van The Walking Dead wordt Glenn alsnog opgegeten. Ik kan uit ervaring zeggen dat ik mijn hand... Ja, ik word al gebeld. Laat maar. Dan praat ik ook nog. Yo, what up, gast? What the fuck? Oh, sorry. Hey, man. Oh, what? Hey. Nee hoor, grapje met Bardo. Hoi. What? Nee, ik ben maar een grapje. Ik ben Bardo niet. Wat zijn dat voor mensen? Als je ooit iemand vertelt over dit gesprek, zeg gewoon dat je met Mert Abi hebt gebeld. En zeg gewoon dat je met de game meneer hebt gebeld, Don. Vertel gewoon dat je hebt gebeld met Giel van Stuk TV. Vertel gewoon dat ik Enzo Knol ben. Zeg gewoon dat ik Dylan Hagens ben. Dat werkt veel beter. Ja. Hij zegt ook gewoon ja. Klootzak. Moet ik koning Woolly Woolly noemen? Noem mij maar liever gewoon de oppermachtige grote grootheid van YouTube. In haar bescheidenheid. Dan moet je proberen om je zus dus te bellen met de luidspreker en dan tegenover elkaar te zetten. Ja. Dit wordt een feest. Ja. Hoe oud is je zus? 18. Hey. Als je wil mag je zelfs een kamer verderop zitten voor dit gesprek hoor. Geen bezwaar. Hey, wil je abonneren op mijn YouTube kanaal? Hoeveel kost dat? Oh, dat is me te duur, man. 4 plus 5 is? 9. Min 3. Is 6. Is het de tijd die er een paar uur geleden was? 6 uur. Weet ik veel. Ja, ja. Je zegt weet ik veel, je snapt je eigen grap niet. Wat heb ik een kijkers op YouTube, zeg? Verdomme. Wie is jouw favoriete YouTuber? Hé, hey, bedankt voor bellen, hè. Ik ben hier zo slecht in. Welke YouTuber vind jij het leukst? Om maar eens kijken. Mijn favoriete YouTuber wereldwijd is Justin Bieber Vivo. Yo, met Bardo. Hang dan niet op en bel me niet, oké? Okay? Ik ben een beetje brainfucked. Je bent gewoon gekomen naar de strandtent waar ik heb gezeten om op de foto te gaan met mij. Ja, wij gingen weg en toen ging ik op Instagram. Toen zag ik eens gekeerd worden. Oh man, ik voel me bijna schuldig gewoon. En jij bent een kleine stalker, maar ik voel me wel bijna schuldig. En anders kan je gewoon komen naar de YouTube evenementen dus, ja. Oh ja, dan moet je betalen om mij te zien. Oh. Ik ben oprecht net naar de wc gegaan. Kijk hier, oh, 56 gemiste oproepen. Holy shit. Hallo? Bijna nu 300.000 abonnees, toch? Wat ga je nog iets speciaals doen, of niet? Wacht, ik kijk even één keer naar hoeveel abonnees ik nu heb. Je hebt gelijk, 7.000 moet ik er nog bij. Ja. Heb jij anders een idee? Even... Nu 1 minuutje stil, oké? Okay? Want jongens, ik moet echt verder met mijn werk. Zoals het er nu aan toe gaat, ben ik eigenlijk alleen maar bezig met mensen beantwoorden die naar me... Ga je niet menen. Weg. Gewoon klik hem weg. De enige oplossing hiervoor is even om de telefoon uit te zetten. En daar gaat onze kleine vriend. Vaarwel. Vaarwel. Voel je vrij om te bellen naar de banjofoon. Na 4 jaar dood te zijn, leeft hij nu eindelijk weer. Dus pak je kans en verpest een goede avond werken van mij daarmee. Geef deze video een duimpje omhoog. En mocht je nieuw zijn op Banjo Movies, abonneer ook vooral hier beneden door op het knopje abonneren te drukken. Want elke zondag upload ik een video. En dat gaan we ook aankomende zondag doen. Dus abonneer hier beneden mocht je nieuw zijn. Jongens, bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Banjo! Misschien is het wel een idee als ik gewoon zonder parachute uit een vliegtuig spring.